Enkele maanden geleden hebben studenten van Alles Binnen een oproep gedaan aan buurtbewoners van de Nijmeegse wijk Oud-West om een foto op te sturen. Een foto wat voor hen West op zijn best is. Na een succesvolle editie met veel ingezonden foto's en prachtige verhalen is er een vervolg aan de expositie gegeven. De foto-expositie West op zijn best is nu op 3 locaties in de Nijmeegse wijk Oud-West te zien. Die locaties zijn de Griffioen, de Byzantijn en Allesbinder. De Allesbinder is een professionele leerplek waar studenten van de HAN hun stage of afstudeerproject kunnen doen. En het is de bedoeling dat ze dan eigenlijk als professional zich ontwikkelen en ook direct in verbinding staan met de wijk waar de Allesbinder zich bevindt. En dan worden er vraagstukken vanuit de wijk opgepakt. Die gaan over leefbaarheid bijvoorbeeld. En dan worden er met professionals en wijkbewoners samengezeten en dan gaan ze kijken naar wat ze daaraan kunnen doen. En studenten die kunnen dus meteen de wijk in en zichzelf ontwikkelen. Nou, er is onderzoek gedaan in de wijk naar de behoeften van de wijkbewoners. En daarin kwam naar voren dat oud en nieuw, er zijn oude en nieuwe bewoners. En die kennen elkaar eigenlijk niet zo goed. En je hebt ook nog het honingcomplex hier in de wijk. En ze weten eigenlijk niet zo goed wat er te doen is in de wijk. Dus toen is er bedacht van laten we een festival opzetten. Een West op zijn best festival. En dat is natuurlijk een heel breed thema waar iedereen bij kan aansluiten. En de foto-expositie die is daarvoor opgezet. En er is een vorige student de wijk ingegaan en die heeft bewoners gevraagd. Wat is voor jou West op zijn best? Wat heb jij hier voor leuke dingen gedaan of waar heb je goede herinneringen aan? En toen heeft hij gevraagd of zij foto's willen maken met een eigen tekstje erbij en in te sturen. En die foto-expositie is toen in maart, begin maart, geëxposeerd. En nu zijn wij als studenten verder gegaan met die expositie om die ook echt in de wijk te brengen. Dus die hangt nu ook bij de Byzantijn en het Griffioen. Zodat meerdere mensen ervan te weten komen. Daarachter komen dat die er is. En dat er ook meerdere foto's gaan ingestuurd worden. En dat het West op zijn best thema blijft leven in de wijk.